De Goeree'sche brug ligt in het verlengde van de Haringvlietbrug, die Voorne Putten en Goeree met elkaar verbindt. De brug raakte eind juni zwaar beschadigd toen een van de delen veel te snel dichtklapte. Want normaal gesproken doet hij er hoe lang over? Een minuut. En hij ging nu in hoeveel tijd? 7 seconden. Ja. Van totaal open naar gesloten positie. Ja. En toen was hij stuk? Ja, doordat het inderdaad het bewegingswerk inderdaad zo harde klap heeft gekregen, is het uiteindelijk... Er een aantal scheuren ontstaan in het beton, doordat de klep naar beneden is gekomen en aan de trekstang en het bewegingswerk is ontzet. In de basculekelder van de brug zijn de scheuren goed te zien. Sinds de beschadiging is de brug dichtgebleven, waardoor schepen die hoger zijn dan 14 meter er niet meer onderdoor kunnen. Het wegverkeer heeft in plaats van 4 maar 2 rijbanen tot zijn beschikking. Vandaag werd het kapotte brugdeel weer opengezet en gefixeerd, zodat de wind er geen vat op kan krijgen. Het blijft openstaan tot het in oktober kan worden vervangen. Maar het westelijke deel van de brug kan nog niet open en dicht. Voordat we met de andere brug kunnen draaien die nu nog gesloten is, willen we eigenlijk zorgen dat het wegverkeer veilig een omleidingsroute wordt gegarandeerd. En dat we met deze brug inderdaad kunnen draaien zonder dat dezelfde fout die nu is opgetreden, dat die nog een keer kan gebeuren. Want dat is dus nog niet bekend wat er nou precies is misgegaan? Nee, de oorzaak is nog niet exact achterhaald. Dus zolang dat nog niet boven water is, willen we eigenlijk alle voorzorgsmaatregelen treffen om met deze brug niet dezelfde fout te maken. Voorlopig kunnen dus alleen nog boten van onder de 14 meter onder de brug doorvaren. Rijkswaterstaat hoopt dat de brug begin augustus weer helemaal open kan.